staan hier in het Renkums Beekdal. Een prachtig gebied hier aan de rand van de Veluwe. Ecologisch heel interessant. Hydrologisch ook heel interessant, maar hydrologisch ook heel lastig. Een heel ingewikkelde bodemopbouw. Met veel verschillende bodemlagen. En om goed te begrijpen hoe het watersysteem hier werkt, hebben we hier een meetpunt ingericht. Om te zien hoe door het jaar heen de waterafvoer verloopt. Hoe dat bij neerslag gebeurt, hoe dat bij droge periodes gebeurt. En hopen we beter te begrijpen hoe het werkt en hoe we ook beter maatregelen kunnen nemen om het systeem te verbeteren. Daarvoor hebben we een meetpunt ingericht, een zogenaamde looptijdmeting. Een mooi meetpunt waarbij we heel nauwkeurig kunnen meten. Robuust, niet gevoelig voor verstopping, niet gevoelig voor begroeiing in de waterloop. Dus voor de toekomst goed genoeg om jaren te meten en met een hoge kwaliteit.